We zijn hier in de Wormer, in de oude kerk. We hebben een anhydrietvloer aan het aanleggen. Onder andere met Joost Bisschops van Isopact. Joost, ik heb even een paar vragen. Anhydriet, wat is anhydriet? Anhydriet is een fixgebonden mortel, gloeimortel. En wat doet anhydriet? Wat anhydriet doet? Bijna een zelfnivellerende afwerkingsvloer. En dan met name als ondervloer. Want je bent hem nou op hoogte aan het zetten met een laser. Ja. En is dat nauwkeurig? Ja. Met name omdat hij een hele hoge vloeibaarheid heeft. Zeker nauwkeurig. Maar waarom wordt hier nou anhydriet gebruikt en geen beton? Omdat hij overheen nog een laag komt. De mensen hebben gekozen voor een PVC-vloer en niet voor een betonvloer. Dus dit is eigenlijk een heel goede oplossing, duurzame oplossing. Hier ligt vloerverwarming. En de vloerverwarming zorgt hier voor de warmte. Al deze vakken worden allemaal gevuld met anhydriet. Mag u misschien wat vragen? Mag ik wat vragen? Dit is een oude kerk, is dit hier? Ja. Ja. En wat voor vloer komt hier nou in? Anhydrietvloer. En wat is de reden dat u voor anhydriet gekozen hebt? Goede doorlating voor je vloerverwarming. Het vloeit heel mooi uit. Ja. En dit is uiteindelijk, wordt dit een kerk? Begrijp ik van u? Het is een kerk en het wordt een hotel? Voorzijde is een kerk. Dit is dan een voormalig café. Hier zat een café, je zou het niet meer kunnen zeggen, maar daar zat er nog een toilettenblok. Van de rol, hier op de keuken. En dit wordt een hotel. Oké. Okay. Met 8 slaapkamers. Nou, wat een fantastisch idee. Wat een goed initiatief dat u dat doet hier zo voor de Wormer. Ja, ik ben er zelf ook zeer over te spreken dat ik zoiets moois heb kunnen vinden. Echt een parel. Je hebt daar straks ook nog het uitzicht gezien op het zwet. Ja. Het natuurgebied. Dus dat alles draagt wel bij tot een mooie beleving, denk ik. Het is een toekomstige gast. En hoe gaat het heten, het hotel? Ik heb nog geen officiële naam, maar mijn vrouw, dat is eigenlijk een geheimpje, maar ik ga toch... Het is ook nog niet zeker, maar mijn vrouw die heet Maaike en ik heet Michiel. Mijn naam is Michiel en we denken nu aan Boutique Hotel Double M. Double M, in de Wormer. In de Wormer. Een alternatief zou kunnen zijn Boutique Hotel Wormerland. Oké. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan.